Nee, we snappen er niks van. Anyway, we hebben vier dingen. Ten eerste kan je gezicht zo laten sminken. Dat je onherkenbaar wordt voor bewakingscamera's en gezichtsherkenningscamera's. En ook Facebook volgen. Weet je, gezicht herkennen, dat kan dan niet meer. Het tweede dat we hebben is, we hebben koekjes, dozen met koekjes. Met emoties erop. En als je die scant met je smartphone, een QR-code reader, dan weten wij meteen op welke plek jij welke emotie voelt. Dan krijgen we een soort kaart van hoe mensen zich voelen op festival. Dat zijn we doorheen gaan. Dat is erg leuk. Doe mee. Moet je wel een smartphone hebben, dan krijg je dus een van de techlab ofzo. Het derde wat we hebben is, we hebben hier een state-of-the-art gezichtscanner. Die scant in zicht. Die kijkt dan wat voor persoonlijkheidstype je hebt. En afhankelijk van de persoonlijkheidstype krijg je verschillende QR-codes, tatoeages. Van je pak tatoeages. Dan kunnen andere mensen jou scannen. Ik hoop dat het een beetje leuk is om te scannen. En het vierde wat we hebben is, smartphone, dan weten we dat het wel hard danst. Kaart, wil mensen wat eten drinken? Eten? Ja, Mensen? Ja, dat is het werk. Ja, ze zijn allebei één. Nee.